Ja, wat een afgang. Ja, wat, je zit je toch dood te ergeren. Ja, als voetballiefhebber, dan word je hier toch helemaal niet goed van. Nee, waar hebben we nou naar zitten kijken, vrienden? Daar staat dat hele Berlijn is oranje, dat halve stadion zit vol met Nederlanders. Ze hebben parade gehouden, weet ik veel. Als speler van het Nederlands elftal, dan moet je toch helemaal opgedraaid zijn en zo gemotiveerd zijn dat je werkelijk dat je niet het gras opvreet, maar het stadion erbij. Ja, zo ga je dan tot dat veld op. En die Oostenrijkers, die hebben dat gewoon van huis uit. Sinds wanneer verliezen wij van Oostenrijk? Dat is het gewoon wat ik niet kan verdragen. Sinds wanneer verliezen wij van een stelletje jodelaars? Ik bedoel, we kennen niet één speler van die gasten. We weten helemaal niet wie ze zijn. En gewoon puur op mentaliteit en op inzet kunnen ze ons verslaan. En dat doen ze dan ook. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Dat gewoon elke aanname, elke bal, en die hebben ze dan ook gewoon. Boom, ze zitten er boven en boven en bovenop. Ja, en die Nederlanders niet. Die zitten er niet bovenop. Nee, wat een slapjanen ze. Het was gewoon slappe hap. Hele slappe hap gewoon. Het was allemaal los zand. En dan verlies je. Wat verdorie nog aan toe. Jeetje mina, wat is dit voor een toestand? Nee, als jullie er toch helemaal geen zin in hebben daar, die spelers. Ja, nou, kom dan maar naar huis.